Nou, we zien eigenlijk op dit moment al dat er bijvoorbeeld een aantal hele grote spelers fundamenteel data vragen van onze inwoners, eigenlijk van heel veel mensen. We merken dat dat ontzettend lastig is om daar bijvoorbeeld grip op te krijgen. We zien ook dat er natuurlijk heel veel digitale toepassingen worden gedaan, zodat we onze gezondheidszorg verbeteren, ons onderwijs kunnen verbeteren, dat onze bedrijven concurrerender worden. En tegelijkertijd zitten er ook nadelen aan, omdat die bedrijven gewoon heel veel macht krijgen. En de vraag is, hoe kunnen we daar in ieder geval vanuit onze rol, vanuit het parlement, grip op krijgen? Vroeger was je onbespied in eigen huis en kon je ook vrij anoniem over straat. En dat is veranderd. En ik merkte dat onder andere toen ik een slimme televisie kocht. En ik later begreep dat de fabrikant dan ook kan meeluisteren met de geluiden in je woonkamer. Je wordt op allerlei plekken bekeken, gemeten en zelfs gemanipuleerd. En daarmee staat de democratie echt onder druk. Maar toen ik in 2018 het boek Life 3.0 las over kunstmatige intelligentie en wat dat allemaal betekent voor de wereld waarin wij leven, toen dacht ik ineens terug aan de tijd dat de Tweede Kamer debatteerde over de cookiewet en eigenlijk onvoldoende kennis van zaken had en allerlei besluiten nam en zelfs wetten maakte die helemaal niet aansluiten op die complexe digitale praktijk. Met kunstmatige intelligentie en dat soort grote technologieën moet de Kamer veel meer weten waar we het over hebben. Het vraagstuk van de digitale toekomst voor de Tweede Kamer is dat er in verschillende portefeuilles wel afzonderlijk wordt gekeken, maar nergens in samenhang wordt gekeken op welke wijze de digitalisering wordt toegepast. En dat betekent dat de commissie digitalisering die er moet komen, wat dat betreft een rol heeft, net zoals de commissie Financiën een rol heeft qua geld, een nieuwe commissie ook een rol heeft qua digitalisering, zonder dat ze het werk van de afzonderlijke commissies over gaan nemen. Wij doen ook aanbevelingen om als parlement meer grip te krijgen op de regels, de digitale regels die uit de Europese Unie komen. Want natuurlijk moeten we samenwerken op belangrijke onderwerpen als kunstmatige intelligentie in Europa. Maar we moeten ook als Nederlands parlement zelf aan de slag en zorgen dat we grip houden op onze digitale toekomst. Ik ben lid van de commissie Justitie en Veiligheid en daar behandelen we regelmatig onderwerpen die ook digitalisering raken. Hè? Cybercrime, privacy, allemaal van dat soort dingen. Maar ik heb al langer het idee dat we daar een discussie voeren zonder het grotere plaatje in beeld te hebben. De buitenwereld heeft die behoefte om met de Tweede Kamer over dat geheel te praten. De wetenschappelijke wereld, de grote platforms, het bedrijfsleven, dat moeten wij organiseren. De buitenwereld is wel georganiseerd op dit thema, de Kamer nog niet. Wij bevelen de Tweede Kamer aan om een vaste Kamercommissie digitale zaken in te stellen. Om een kennisagenda digitalisering op te stellen om informatie van buiten ook naar binnen te halen. Om de nieuwe commissie in staat te stellen om ook andere Kamercommissies te ondersteunen. Om zorg te dragen voor een sluitend wettelijk kader en toezicht op digitalisering. En om extra aandacht te besteden aan wetgeving uit de Europese Unie.